Wat een goal van Frimpong. Problemen met tanken. Nee, mijn geld is op, mijn jongen. Geld is op, wat is dit? Kruipen onder een auto en liften op de fiets. Dit is het verhaal van Chatmo en mij bij de wedstrijd als voorbereiding op het EK Nederland-Canada. En ja, je ziet het goed, dit keer geen short, maar gewoon een lange YouTube-video. Let's go. Ja, heel groot probleem. Niet. Jij zegt tegen mij, heb je een bal bij, toch? Ja, toch? Ik zeg, ja, hij zit in de kofferbak. Tuurlijk, altijd. Maar ik heb een leenauto. Shit, andere auto. Hij zit in de andere auto. Ai, ik pak er nog één. Okay. Hij is de frustbal vergeten, dan moet ik hem maar gaan halen. Komt goed, we hebben er genoeg liggen thuis. Toppie. Beter, hè? Goeie, man. Lekker, let's go. Ik ben voorbereid. Hey, man is oranje, hè? Hey, hup Holland. Kijk die voet die warmen. Ook nog, matching. Matcht, bro, ik heb ook dingen bij, Ja? Sterren. Voor het geval dat je het nog niet gezien had. Ik ben in het oranje. Chatmos, voel je in het oranje gekomen? Oh, hij gaat vallen. Ik kom in wit, maar ik heb wel een shirtje bij, die gaan jullie straks zien. Kijk, deze gaat sowieso aan straks, die gaat geluk brengen, 100%. Ik zet in op 3-1. Yo, ik zet in op 3-1 voor Nederland. Chatmo, jij zet 2-0, hè? 2-0 winst. Ik zeg 2-0 winst. 2-0 winst, oké. Okay. Ik ben iets positiever nog. Drie goals gewoon voor Nederland. Drie? Drie. Ik hoop het, man. Ik maak de laatste tijd zeg maar niet veel wedstrijden mee waar veel wordt gescoord. Snap je wat ik bedoel? Shit, dat is geen goed teken. Dus ik heb zeg maar een beetje trauma's of zo. Ja, bro. Ik ga vaak mee naar Vitesse. Daar wordt vaak gescoord, maar niet in de juiste goal. Oh, ja. Dat is een beetje dramatisch, man. Dus ja. Ken je die? Ik ga helemaal naar Madrid voor Real Madrid. Mm-hmm. Helemaal gereisd. Ja. En dan maak je een 0-0 mee. 0-0'tje. Kan niet. Dat kan moet niet kunnen. Geld terug gewoon. Nee, echt niet. Om de Kuip te halen moest er nog even getankt worden. Ik heb niet zoveel geld, man. Maar dat doet Chatmo op een bijzondere manier. Nee. Nee, mijn geld is op, man, jongen. Geld is op, wat is dit? Geld is op, man. 5 liter. YouTube betaalt niet goed genoeg. Nee, echt niet, man. Sorry. Helaas niet, man. Voor 9 euro getankt. Gaan we crowdfund actie starten voor Chat? Zo, dat zou top zijn, man. Dat zou echt top zijn. Als het kan, graag. Even een snelle foto tussendoor. Althans, dat dacht hij. Maak je video. Ja. Oeh, sorry, heel flauw. Maar staat eerst deze kaart invoeren. Ja. Kaart niet toegestaan. Ah, mag vragen, James? Hey chef! Hey. Werkt die bij jou ook niet? Nee. Wat moeten we doen? Ja, of dit is een uitrijkaart. Ja, de slagboom van de parkeergarage wilde niet open voor ons. Bro, hij is kapot grappig. Weet je wat hij zegt? Deze kaart is voor uitloggen. Kijk, gaat die open. Toch gelukt om de auto veilig te droppen. En dus is dit het moment om te switchen van kleding. Ziet er goed uit. Beter? 100%. Ik had de frustbal natuurlijk niet voor niets meegenomen. Bijna een maand geleden ging die lijn. En sindsdien is Chatmo aan het oefenen op hooghouden en het rondje om de wereld. Laat weten in de comments hoe vaak jij kan hooghouden. Hé, hey, dat gaat goed, kijk. Precies als je dat zegt natuurlijk, gaat het mis. Maar ik moet zeggen, hij werd ook een beetje afgeleid door die auto. Ze hadden ons namelijk gespot. En hier ging het net mis. Hey! Bro, dit hoort er ook bij. Kruipen onder de auto, wie kent dit gevoel? Voor mijn klein kind, man. Maar let op, de aanhouder wint. Heel nice, hij landt even het rondje om de wereld, hoor. We werden met de partybus naar het stadion vervoerd. We zijn op het grote plein voor de Kuip. Je kan het zien, de mensen zijn er. En het is nog 1,5 uur voor de wedstrijd, hè? We zijn vroeg. Na 1 uur en 1 kwartier. Sta je nog steeds achter die 2-0? Ja, nog steeds 2-0. Ja? Bro, ik heb de oefenwedstrijden geanalyseerd. Duitsland speelt gelijk, Italië speelt gelijk. Niemand scoort veel. Dus ik denk Nederland ook niet veel. Ik denk juist daardoor veel, dus ik zei 3-1. Wie gaat het EK winnen? Frankrijk. Zo, ik dacht dat je Nederland zou zeggen. Frankrijk. En wie is je favoriete speler van het volledige EK? Mbappé. Nederland-Canada, wat wordt de uitslag vandaag? 3-0 Nederland. Oeh. 2-0. Positief, ik hou ervan. Inmiddels is het 8:15. Ze worden nog herkend. Links en rechts, maar we gaan nu het stadion in, want we willen de warming-up ook zien. En dus gaan we op zoek naar onze plekjes. We zien Busy nog even optreden, maken nog wat fotootjes met fans. En denken ze echt dat Chatmo Frenkie de Jong is? Hij lijkt op me! Vanwege de herdenking van D-Day is er een speciale opkomst voor beide teams. Het orkest van de Koninklijke Marche C voert de volksliederen op. Maar kunnen wij hem meezingen? Gewoon playbacken dan, Mo. Gewoon playbacken. Uiteindelijk zijn we hier gekomen voor de wedstrijd. En aan het begin is het een beetje aftasten voor beide teams. Canada krijgt een kans, Nederland krijgt een kans. En nog een kans met een mooie vrije trap van Blind. Wordt gekopt en nou, het staat nog 0-0. Maar inmiddels hebben we al 6 keer gejuicht. Ja, de weef gaat door het stadion en hij lijkt maar niet te stoppen. Heel goed, zo blijft het hele stadion lekker fit, op en neer, squatten. Maar ondertussen moeten we niet vergeten om ook naar de wedstrijd te kijken. We komen steeds dichter bij een goal. Hier is het bijna Wijnaldum. En ook Frimpong scoort bijna. De Canadezen hebben een lastige avond. Maar het ergste moet nog voor ze komen in de tweede helft. Mooie voorzet van de fan. Aanname van Wijnaldum. Vrije schietkans. Kom op, leg hem erin. En nee, van de lijn gehaald. Grootste kans tot nu toe. Deze mocht er wel in, eerlijk. Deze moest erin. Deze moest erin. Wijnaldum, volgens mij. Helaas. Je had hem gemaakt of niet? Ik zou hem hebben gescoord. Oh, nee, grapje. De druk wordt nu echt opgevoerd door het Nederlands elftal. En het kan niet meer lang duren voordat die eerste goal valt. Maar ja, je moet wel blijven opletten, want voor hetzelfde geld legt Canada hem er hier gewoon in. Hier komen we heel goed weg. En hier komt Canada heel goed weg. 1-1 van Brobbey met die keeper en dan nog een schotkans van Memphis. Terwijl Brobbey daar dus nog ligt. Nou, die had hem erin kunnen blazen. Oké, tweede helft, voorzet Frimpong. En daar is hij, onze nummer 10. 1-0 door Memphis Depay. Dat is nog eens lekker. En dit gaat zeker niet de einduitslag zijn. Vanaf nu is het doelpuntenfestijn geopend. En dat hoef je Jeremy Frimpong geen 2 keer uit te leggen.
Die schiet hem even strak in de kruising. Ik vond hem trouwens echt super goed spelen. Zo snel en echt een drive naar voren. Wat vind jij? Moet hij in de basis starten op het EK? Jeremy Flippo! De tweede helft gaat het voetballen allemaal wat makkelijker. Memphis probeert zelfs een omhaal. Maar mist net de kracht en richting. Als dat zou gelukt zijn. Laten we de foto's na de wedstrijd doen. Hey security! We willen namelijk geen goals missen. Kijk, dan zou je het hebben. Weghorst maakt het 3-0. Ja! Kijk, hij krijgt ook nog een kindje. Gefeliciteerd, familie Weghorst. En om de avond helemaal mooi af te sluiten, komt Van Dijk ook nog de 4-0 binnen. En zo werd het uiteindelijk toch nog een doelpuntrijke wedstrijd. Wat Chatmo niet had verwacht. Dat belooft veel goeds voor het EK. En wie weet, heel misschien, ik zeg niks, ben ik er ook wel bij. Nu eerst terug naar huis zien te komen. Zo doen we dat. Achter op de fiets. Ja, weet je? Stijn, achter op de fiets bij Stijn. Laat me in de comments weten of je dit een leuke video vond. En ik zou het tof vinden als je abonneert en liked. Dankjewel. Waar gaan jullie heen eigenlijk?